In Blankenbergen heeft een toeriste zich fel verweerd toen ze werd overvallen in een selfbank. Tijdens het gevecht kon ze de sjaal van de dader van zijn gezicht trekken. Misschien herkent iemand hem op de beelden. Dinsdag 27 december, om iets over 5:30 s'avonds, komt een man met een sjaal voor zijn gezicht een selfbank in Blankenbergen binnen. Hij haalt een mes uit zijn broekzak en spreekt een toeriste aan. Maar die rukt zich los en probeert hem op een afstand te houden. Dan trekt ze zijn sjaal naar beneden. Het gevecht gaat nog even verder. De vrouw roept tegen de man dat hij weg moet gaan. Zonder buit druipt hij af. De vrouw is niet gewond, maar ze is in shock en ze kan de feiten nadien maar moeilijk verwerken. Misschien herkent iemand de man op de beelden. Het is een blanke man met donker haar, donkere ogen en een vrij grote neus. Hij is slank gebouwd en ongeveer 1,75 meter lang. Aan zijn linkerpols draagt hij een groot uurwerk. Tijdens de feiten op 27 december had hij een lichtblauwe trui met een kap aan, een donkere donsjas, een donkere trainingsbroek en grijze schoenen met witte zolen van het merk Nike. Hij sprak Nederlands tegen zijn slachtoffer. Maar omdat de vrouw zelf Franstalig is, kon ze hem niet goed verstaan. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.